boswandeling, zo in de winter, dat kan alleen deugd doen, maar het is natuurlijk frisjes. In de zomer was het natuurlijk helemaal anders. Toen konden we ons helemaal anders aankleden. De volgende drie reportages bevonden zich dan ook in de zomer. Onder andere een fabriek, een verlaten trein en wat was de derde? Ah ja, de politiepost van Vorselaar. Die is inmiddels afgebroken, dus doe geen moeite om te gaan kijken, want die is er niet meer. Die andere twee zijn er nog. En om de urbex-regels te respecteren, zal ik die adressen dus ook niet geven. We zijn hier dus op de beroemde trein die door de urbexers de Orient Express wordt genoemd. Een trein uit de jaren 30. En hij staat hier al sinds 2009 te verkommeren en te verrotten voor een heel stuk. Hier is hem, hè. Spijt dat het licht niet zo geweldig is, want anders... Het doet me echt zo denken aan een Silent Runaway Train, die film. Ja? Van John Voight en Eric Roberts. Dag beste mensen. Ik ben vandaag in mijn thuisdorp Vorselaar. Want hier is nog niet zo lang een urbex-locatie bijgekomen. Het oude politiekantoor, of de oude gendarmerie, zal ik zeggen. Jullie kennen misschien wel de algemene regel: breek nooit in.
Dus ja, kunt je hier nog binnen? Voilà, voordeur is gewoon los. En dat werkt allemaal niet meer, hè. Waarom zou het ook nog moeten werken? Maar het kan dus echt soms zo gemakkelijk zijn een Urbex locatie te betreden. Er zijn meestal meerdere deuren. Meestal is dat dan een achterdeur of een zijdeurtje. Maar echt waar, soms is het echt zo gemakkelijk. Gewoon de voordeur. Is niks aan, hè. Ligt dat goed? Is het hier gezellig? Op al die antwoorden heb ik één ding te zeggen. Nee, natuurlijk niet, want we zitten in de gevangenis. Het is te zeggen, de cel toch. Deze Rijkswachtpost had twee cellen, die hiernaast kunnen we ook nog even bekijken. Cel nummer 2. Deze werd iets meer gebruikt. Oh, in deze kast kunnen we nog iets gratis terugvinden, hè. Is het? Oude reliquieën. Wat is een duimerie? Allee. Zoiets laat het toch niet achter. Een doos met bedorven koersjes? Nee, toch niet. Snoepjes. Ik rook niet, hè. Politie snoep. Zou dat nog te eten zijn? Dat is toch zonde om mij te laten liggen. Ik zal er straks maar wat mee pakken. Stop, moet ik.
nog te eten zijn of niet? Heel mooi trapje is het deze, dat we vanuit de hangar hebben genomen naar hier. Dat is een groot hoog trapje. Het is curieus dat er nog iets anders zit dan daar. Zo'n nog wat douches. Of nog wat wc's, wat is het? Doucheknoppen.
deze prachtige marmeren trap en dat plafond. En die leuning, het feit dat dat nog niet is afgebroken, vind ik eigenlijk bijzonder. En zeker dit, dat ze daar nog niet met een hamerknop hebben ingeklopt. Dat zou wel grof zijn, hè? Dat zou heel grof zijn, maar dat durven ze. Ja, ze zijn zeker. We zullen terug langs aan de trap moeten brengen. Ja, dat is al wel gebrassen. Ja. Ik had het enkel op lege loodsen eigenlijk verwacht. Dus. Ja? Altijd hoop houden dat je meer ziet. Dat is gewoon. Ja.